Twee jaar geleden startte de gemeente met de aanpak van bijstandsfraude door mensen met bezittingen in het buitenland. Ondertussen is er veel fraude aangetoond en onterecht uitgekeerde bijstand teruggevorderd. De stand van zaken daarvan is dat wij inmiddels bij een aantal dossiers hebben aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van vermogen in het buitenland dat niet is opgegeven bij de gemeente van mensen die een bijstandsuitkering hebben. En dat bezit dat beloopt in totaal ongeveer €1 miljoen. Op het moment dat blijkt dat mensen geen recht hebben op de bijstand die wij ze hebben verstrekt, dan gaan we dat natuurlijk terugvorderen. Dat betekent dat we voor ongeveer €168.000 aan uitkeringen hebben stopgezet. En het totale bedrag aan voordeel voor de gemeente bedraagt ongeveer €227.000. In de eerste plaats ben ik heel erg positief dat er 1 miljoen aan bezittingen in het buitenland ontdekt is, waarvan er €168.000 terug kan komen naar Schiedam. Dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. De aanpak van bijstandsfraude, daar ben ik heel tevreden over. Dat moet vooral plaatsvinden. Dat is gemeenschapsgeld, dat is van de gemeente Schiedam. Fraude mag niet aanpakken. Maar er is ook kritiek op de selectieve aanpak. Wij hebben alle mensen afkomstig uit het buitenland die langer dan 30 dagen in het buitenland per jaar verblijven. En die boven de 50 jaar zijn, daar zijn we op gaan onderzoeken. We hebben die doelgroep eerst een brief gestuurd van let op, u bent verplicht uw bezit in het buitenland op te geven als het boven een bepaalde waarde is. Een aantal heeft daar gebruik van gemaakt en een aantal niet. En vervolgens zijn wij gaan onderzoeken. En wij onderzoeken dat in principe zonder aanzien des persoons. Want zo werken wij. Als je selectief te werk gaat, dan moet je uitkijken dat je niet de schijn van discriminatie opwekt. En ik heb de krant gelezen en daarin werd dat gesuggereerd. En natuurlijk hebben wij niet altijd de regie over kranten, dat is duidelijk. Maar de wethouder heeft het wel, het krantenartikel bevestigd. Daarmee roepen partijen direct, oh, discriminatie. Nou, die schijn van discriminatie begint bij communicatie en dat begint bij de gemeente. Die hele waardevolle voorziening die bijstand is, waar mensen gebruik van mogen en kunnen en moeten maken op het moment dat ze niet in hun eigen dagelijks levensonderhoud kunnen voorzien, dat die bestanden daarvan, dat die wel heel goed worden bijgehouden. Want het is allemaal gemeenschapsgeld en de Schiedammer mag ervan uitgaan dat wij er als een goed huisvader over waken. En dat het dus niet zo is dat mensen daar onterecht gebruik van maken.